Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. Ik dacht we gaan iets leuks doen. Waarbij, nu eventjes mijn microfoon moet steken, voilà. Waarbij dat we drie piles gaan maken. Waarbij dat je dan eigenlijk een boodschap krijgt voor de wintersolstice nu op dit moment. Dus wat dat er nu, naar aanleiding van de afsluiting van, van de vortex of het portaal of de poort, of hoe je het ook wil noemen, tussen 12 december en nu, 21 december dus, wat dat de boodschap is. Sowieso gaat er voor allemaal een op een of andere manier een individueel succes zijn. Dus dat is sowieso al goed nieuws. We gaan drie pakketjes maken en dan gaan we ze elk voor één, of één voor één, hoe zeg je dat? gaan bekijken. Dus welke kaarten mogen we weten voor de... We hadden nog niet tonen natuurlijk. Voilà. Voor de tweede. Dus de tweede. En dan voor de derde. Ik zie dat ze er net niet op staan. Wat opschuiven. Ligt mijn camera vandaag is iets anders. Voilà. En dan voor de derde pile, ja, deze. Voilà, die gaan we hier leggen. Dan kunnen we die straks nog eens gebruiken. Dan hebben we een kaart voor het eerste. Een kaart voor de tweede. Als we zo doen, dat is makkelijker. Kaart voor de tweede groep. Kaart voor de tweede groep. Ja, die wil ik. En een kaart voor de derde groep. Mocht je zelf interesse hebben in een gepersonaliseerde reading, waarbij dat je boodschappen krijgt die specifiek voor jou van toepassing zijn, dan kan je die boeken via de linkjes onderaan in de video of via de website. En dan kun je ook een aantal vragen stellen. Normaal gezien doe ik dat enkel en alleen maar met betrekking tot tweelingvlammen en het pad van een tweelingvlam. Maar nu, tot einde van het jaar, ben ik ook open om die readingen te doen voor gelijk welke vragen. Dus wat dat ook maar is dat je je afvraagt, waar je meer inzichten over wenst, dat je niet goed weet wat dat is, dat je de volgende stap, of waarom dat je ergens tegenaan loopt, waar dat je staat in je eigen proces, wat dat ook maar is, daar kan ik samen met mijn team jou de nodige boodschappen in geven. En op dit moment zijn de readings die ik doe, lopen altijd op tot ongeveer drie kwartier tot een uur. Soms iets langer, het hangt ervan af over wat dat gaat. Omdat ik heel graag de diepte in ga en echt ga kijken wat dat is dat je nu nodig hebt. Informatie. Zodanig dat je echt vooruit kan, dat niet gewoon maar zo wat entertainment is. Dus, zonde van de tijd, het geld en de mogelijkheden, de tools, eigenlijk de tarotkaarten op zich. Oké, even focus, Lindsay. Een kaart voor de derde. Oké, deze. En dan gaan we nog deze. Met de energie, zodat we jullie daar ook verder kunnen helpen. Ja, als je achtergrondlawaai hoort, mijn kinderen zijn thuis, dus dat is niet altijd meestal natuurlijk. Oké. En Oké, die hoort daarbij, oké. En de derde groep. Ik voel sowieso dat de tweede groep iets meer vaster zit dan 1 en 3. Dus maar ik weet niet of dat je nog hierbij bent of niet, we zien wel.
Die schuif ik eventjes aan de kant. Dus kijk wat je de boodschap is. Misschien heb je gewoon de hele video wat uitgekregen. Dat is ook oké. Volg gewoon je gevoel erin. Wat je nu voelt dat je nodig hebt. Twijfel je. Luister naar de hele video. Dan gaat er wel hier en daar dingen zijn die allemaal van toepassing zijn op jou. Of dat je tenminste boodschappen kan uithalen. Dus we gaan de kaarten eventjes aan de kant leggen. Voilà, net uit beeld. En dan gaan we gaan kijken wat we hier krijgen. Voor de eerste groep. Ik ga ze allemaal bespreken. Wacht, ik ga eens zien of ik dat zodanig kan leggen, zodat jullie dat goed zien. Oké. Wat krijgen we? De Queen of Swords. Omgekeerd. De 10 en 10, dat zijn eigenlijk 20. De Judgment Card. Die te maken heeft met een ontwaking. Dan hebben we hier Aartsengel Gabriel met balans. En de blauwe vlam vooral. Hier de kaart van je persoonlijke unicorn, waar dat de boodschap bij staat. Ik ga het dan er eventjes voorlezen. Bathe in pure love. Stay open to unicorn magic. En de laatste kaart bedoel ik, is de land in between. Ja, en de 40 kaart. Dus we gaan de rest straks wel zien. Wat dat deze... De vorige vortex en eigenlijk de naloop, de verdere uitwerking die gaat komen, geeft bij groep 1 te maken met een nieuw level in ontwaking. Dat kan zijn, en ik voel vooral dat het in de eerste instantie over jezelf gaat. Het kan ook zijn voor tweelingvlammen of mensen die in een zielsconnectie, een diepe zielsconnectie zijn, dat het ook te maken heeft met de spiegelziel. Waarom? Omdat die hier ook ondersteboven ligt. Dus en eigenlijk, als je deze ziet, de Queen of Swords, je ziet hier ook die vlinder. En bij mij beeldt die kaart ook altijd het gevoel van transformatie. En dat is uiteindelijk waar de ontwaking ook naartoe gaat. Ontwaking, zodanig dat je jouw eigen vlam kan gaan volgen, dat je eigen licht kan gaan volgen. En dat op zich, wanneer dan meer mensen dan eigenlijk ook weer geraakt worden door jouw ontwaking, de ontwaking van de codes in je lichtlichamen, gaan ook andere mensen in hun licht en op hun pad stappen. Dus afhankelijk van wie je bent, dus of je een tweelingvlam bent, tweelingziel of lichtwerker, wat dan ook, gaat dat voor iedereen op een andere manier ingevuld worden. Maar het heeft wel sowieso ook een impact op de aarde, dus de evolutie van de aarde. En wat zien we hier is dat de lessen waar je nog meer gaat gaan leren en nog meer gaat gaan verder over meester worden eigenlijk, is eigenlijk het feit van kijk, je kan je waarheid spreken. Zwaarden hebben te maken met mentale. En dus je kan je gedachten gaan uiten, maar je kunt ze uiten op een positieve manier. Vanuit liefde, vanuit vertrouwen, of je kan ze gaan uiten vanuit angst. Vanuit negativiteit. En dat is die dualiteit die je hier ook in ziet. En dus daarom krijgen we ook die balanskaart met Aartsengel Gabriel, die ook weer de boodschapper is van God, zo gezegd. Hè. De blauwe vlam, die te maken heeft met communicatie, met keelchakra. En daarin ook weer balans. Dus wat dat jullie nog meer gaan leren, groep 1, is om je waarheid te spreken, er te gaan staan als een echte queen of sort. Dus als iemand die vanuit zelfvertrouwen zijn mening, zijn waarheid kan delen. Maar niet vanuit de negatieve versie. Dus niet vanuit de donkere kant, maar vanuit de lichtere kant. En dat zien we dan hier weer, met deze kaart. Bathe in pure love. Dus vanuit zuivere liefde. Vanuit magie. Vanuit verwondering. Vanuit lichtheid. Vanuit dankbaarheid. En je ziet hier ook die duif of vogel, of wat dat ook maar is, straalt ook licht uit. De kaart op zich is ook heel licht. En een unicorn, dus de plaats waar eigenlijk een hoorn zit, is eigenlijk het derde oog bij paarden, zoals we ze nu kennen.
En dus via de punt, waar dat eigenlijk een driehoek is, en dat je eigenlijk ook kan weten bij bijvoorbeeld de piramides, die we ook gebruiken in visualisaties en zo, die hebben een draagvlak, dus, en die zijn eigenlijk zendmasten. Hier kun je dat nog beter zien. Dus dat zijn zendmasten, zie, die echt zo dat naar beneden brengen. Die dus energie channelen. En dus de bedoeling is dat je nog veel meer leert. Dus je waarheid te spreken, je mening te delen. En dus vanuit... ik ben eventjes aan het zien of dat nog opneemt. Ja, oké. Okay. Want ik kreeg net een telefoon. Dat dus vanuit de verbinding met het hogere, dat je leert je waarheid, maar dus vanuit liefde. En dus vanuit positiviteit. Vanuit je passie, vanuit je licht. En dus niet vanuit negativiteit of wrok of wat dan maar ook. En dus dat maakt dat we deze kaart krijgen. The Land in Between. Waarom? Omdat je eigenlijk tussen twee werelden zit. Twee manieren van zijn. Twee manieren van... je waarheid te delen, van jezelf te delen, van jezelf te realiseren in deze maatschappij. En 40, dus 4, hè, heeft ook te maken met het feit dat je ook geleid wordt en gestuurd wordt en begeleid en ondersteund wordt door hoger, door jouw team, door engelen, door waar dat jij ook mee resoneert. Ja, mooi. Wauw. Mocht je zelf echt veel meer diepere inzichten willen hebben rond je proces groep 1, dan nodig ik je uit om een reading met mij te reserveren, een channeling. Ik zeg dan, gaan we veel uitgebreider gaan kijken wat dat er aan de hand is en wat er is dat jij nu op dit moment nodig mag hebben of mag weten. Krijg ook tips en tools, krijg ook door met welke energie je kan werken en zo verder en zo meer. Dus als je dat wenst, dan kan je dat zien in het bokje hieronder. En mocht dat niet zo zijn, dan wens ik alvast fijne feestdagen en tot in de volgende video. Dag! En dan gaan we over naar de tweede groep. Ik ben benieuwd wat de tweede groep is. De 7 van bekers of cups. De 5 of wands omgekeerd. Ah ja, deze hadden 2. Zadkiel en met romance en Sandalphon met planetaire circles. Oh my god. Dan een caring community. Participate and belong. Enrich your life. Dat is een 7 kaart. Dat heeft te maken met missie. En willing to release. Een 41 kaart. Of 13 is ook een 4 kaart. Dus ook weer verbonden met... Met engelen, met jouw team. Oké, laten we zien. Dus hetgeen wat de afgelopen periode brengt, dus tussen 12 portaal en het 21 vandaag, de wintersolstice, gaat voornamelijk over emoties. Je ziet ook die bekers hier. Je ziet hier die romance kaart. Je ziet hier ook verbinding. En hier zie je loslaten. Wat ik heel hard voel en de boodschap dat ik heel hard zie, is dat het belangrijk is om los te laten waar dat je veel te lang eigenlijk hebt blijven aantrekken en sleuren. Je wilt in je nieuwe cirkel, in je nieuwe cyclus... Wil je geen oude dingen meenemen. Je wilt geen mensen, situatie, gedragingen, emoties, pijnen, wat dat maar ook is, meenemen naar je nieuwe realiteit. En dat is hetgeen wat we gehad hebben de afgelopen weken, dagen. Dat we zaken aan het afronden zijn. Want net daarom is het veel belangrijker om ook heel bewust aan te gaan zijn van wat is het dat ik loslaat. Kijk. Eigenlijk wat je hier de bekers hebt en gaat gaan kiezen van oké, die beker en die beker en die beker, dat brengt mij vervulling, dat voedt mijn ziel. Dan moet je ook tegelijkertijd gaan kiezen van oké, welke bloemen ga ik hier loslaten en wat ga ik loslaten weer in het universum, zodat het weer nieuwe zaadjes creëert, eigenlijk ruimte creëert om een nieuwe plant weer te laten geboren worden. En dat is hetgeen wat ik heel hard voel nu voor jullie groep 3. Dat net door de verbinding dat je met jezelf gaat gaan creëren, dus je mannelijke en vrouwelijke energie, dat in eenheid gaan brengen en die
die terug gaat keren naar de kern, waar dat eigenlijk diep in jezelf is. Vanuit de verbinding met de centrale zon, vanuit de verbinding met het universum, vanuit de verbinding met wat dat ook maar is, ga je veel meer verbinding ook zien in je buitenwereld. Dus vanuit de verbinding in jezelf ga je verbinding vinden en ervaren met de mensen om je heen, met de community waarin je leeft, met je klanten, met een partner, met vrienden, wat dat ook maar is, waar je eigenlijk aan het veranderen bent. En hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer je dat gaat vertrouwen. En dus weten dat het enige vaste, de enige zekerheid dat er is in het leven, dat feit is dat verandering altijd maar verder gebeurt, hoe gemakkelijker je eigenlijk doorheen die transitie gaat gaan. En dat je niet meer het gevoel hebt dat je constant aan het vechten en aan het trekken en aan het sleuren bent. Ik heb het gevoel dat ik je nog iets moet aan extra geven. Wacht, hè. Ik was aan het kijken van welke deck dat deze kaart is. Het is een ander deck dat ik nodig heb. Wat kunnen we nog extra geven van advies aan groep 2? Wat kunnen we nog extra geven aan advies van groep 2? Dat gaan er te veel zijn. Extra advies groep 2. Extra advies groep 2. Extra advies groep 2. Nee, toch niet. Het gaat soms zo snel. De boodschappen die ik ontvang, dat ik heel aandachtig moet zijn naar wat wel en wat niet. Naar de verschillende, hele subtiele energieverschuivingen. Oké, dat is hij. Voilà. En dan hebben we action, movement needed. En de eerste was review and reflection time out needed. Ja. Ja. Inderdaad. En dat is ook een 9 en een 2 kaart. Dat is samen weer 11. Dus wellicht zijn er hier ook mensen die op het tweeling van Vlam pad loopt. Maar ik voel vooral dat je loopt op het pad van je ziel. En om te weten waar je heen wil gaan, om te weten waar je wil loslaten, waar je mag loslaten, is nodig dat je, voordat je die actie neemt, dat je de tijd neemt om te gaan voelen, om te gaan verbinden met je emoties, om eerlijk te gaan zijn met jezelf en te weten van wat het is dat ik wil neerzetten, wat is dat ik niet meer wil, wat brengt er mij vervulling, wat put er mij uit, wat maakt er mij moe. En daarin de nodige acties ondernemen. Bijvoorbeeld, ik vind het heel vervelend om mijn administratief werk te doen. En wel, dan ga ik dat uitbesteden. Dan ga ik daar iemand anders voor betalen om dat werk voor mij te gaan doen, bijvoorbeeld. En op die manier zorg je ervoor dat jouw bekers zuiver gevuld zijn. Maar raak je en put je jezelf niet uit. Ga je eigenlijk op een hele effectieve manier om met jouw energie. En ga je eigenlijk ook weer in die balans van geven en nemen. Moest het zijn dat je twijfelt tussen 1 en 2, kijk ook eens naar 1, ook daar gaat er een boodschap voor jou in zitten. Goed zo, groep 2. Mocht je meer informatie willen rond jouw eigen proces, dan raad ik jou aan om een reading te reserveren. En dat kan je via linkjes onderaan deze video doen. Want ja, dit is natuurlijk een collectieve reading en ik stap in met, met iedereen die hier naar deze video kijkt. Dus mocht je echt iets willen waar je inzichten rond nodig hebt voor jezelf of waar je me tegenaan loopt, dan raad ik jou aan om een reading te gaan reserveren. En dan komen we aan bij de derde groep. Dan hebben we de Seven of Swords, dus de Zeven van Zwaarden, de Page of Zwaarden. Dus heel hard ook weer mentale. Surrender, of course. En dan stand in your power, be passionate about your vision. Ik ga het wat dichter doen. Bring about positive change. Je ziet ook hoe dat die dame hier echt die toorts en dat licht vasthoudt. Maar eigenlijk haar zwaard vasthoudt, maar hier ook een kleinere zwaard. Dus eigenlijk ook weer die zwaarden. Maar vanuit de verbinding met hier die eenhoorn. Met de eenhoorn, je ziet hier ook die maan. Wacht, ik kan het zien. Ja, hier die maan. En dus vanuit ook de verbinding met haar wijsheid. Met haar hoger zelf. Zie ook de kleur hier, hoe dat hier ook weer terugkomt. En hier zit ook weer terugkomen. En hier staat er de Oracle's Gift.
Dus hetgeen wat u in deze afgelopen periode gebracht heeft, is dat je eigenlijk heel veel uitdagingen gehad hebt op vlak van het mentale. Waarbij dat je misschien uitgedaagd werd en dus een stukje vervallen bent in het te veel strategisch aanpakken van een bepaald probleem, obstakel of iets wat je nu ondervonden hebt. En dus word je gevraagd om echt nog meer die student te zijn. Dus kijk, als zij zo ligt, dan ben je eigenlijk een typische student. Hè? Iemand die leert via communicatie, via dingen te leren, via dingen te ervaren. Maar net hier ligt hij omgekeerd. Dus wat dat heeft jou de grootste heeft gebracht, is dat je niet zozeer vanuit je logische verstand, dus vanuit je mannelijke energie, actie gaat gaan nemen en dingen gaat gaan gedaan krijgen. Maar dat je eigenlijk geleerd hebt om net een stukje weg te stappen. En dus eigenlijk jouw gedachten op een positieve manier gaat gaan structureren, gaat gaan vormgeven, zodanig dat je ontdekt, of dat je nu nog meer gaat ontdekken eigenlijk, dat net in het moment dat je niet weet, de weg vooruit niet ziet, dat je eigenlijk een overgave gaat. Dat je eigenlijk verbindt met je zonnevlecht, je eigen energie, je sacraal energie, je basis. Want eigenlijk, dat zijn de kleuren van de onderste chakras, als je het zo zou zeggen. Als je nog niet in de diamanten energie bent. En om van daaruit, dus vanuit je creativiteit en vanuit de verbinding met je hogere zelf, met je ziel, met je energie, eigenlijk datgene te gaan vormgeven, aan te trekken eigenlijk. En eigenlijk het universum zijn werk laten doen. Want the oracle's gift. Het is een geschenk. Dus eigenlijk hoef je er niks voor te doen. Je hoeft geen strategieën te gaan bedenken en heel veel dingen te gaan doen. Nee. Hier net, wat je geleerd hebt, is dat je net door overgave en de verbinding, de afstemming, dat dat het grootste werk is. En dat je dan gewoon dingen ziet gebeuren. Kijk, je ziet er ook weer die driehoek, waar ik ook in de eerste groep over verteld heb. De driehoek is een zendmast. De piramides, dat zijn zendmasten. En uiteindelijk de eenhoorn, de hoorn van een eenhoorn of unicorn, of hoe noem je dat eigenlijk, een hoorn, ja. Dat is eigenlijk ook een driehoek als je dat bekijkt, met een iets breder vak en een punt. Omdat ze ook boodschappen ontvangen, informatie ontvangen via het derde oog. En het feit ook de maan is weer verbonden met die vrouwelijke energie. Die vrouwelijke energie is weer overgave, achteroverleunen, intuïtie, je buikgevoel gaan volgen. En dat is niet gewoon vanuit controle en vanuit dingen bedenken, gaan brainstormen, wat dan ook. Nee, zeker niet. Ik ga anders voor de derde groep ook nog een extra boodschapje meegeven. Hoepla, daar gaat het. Ja, kijk. Heel duidelijk. The void, retreat, rest and pause. Dus iedere keer dat je voelt dat je niet, de weg vooruit niet ziet vanuit je gedachten, dan moet je eigenlijk terug achteruit. Moet je in retreat en de rest en in die pauze gaan. Voilà, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie heel wat inzichten hebben mogen ontvangen. Zoals ik daarnet ook al gezegd heb, een paar keer gezegd heb. Als het is dat je wenst om dieper in een situatie of een probleem in te gaan, waar je tegenaan loopt, of dat je niet goed weet. Of rond je tweeling, van dat je wil weten waar dat hij staat, waar dat jij staat, of zij staat. Dank ervan af. Dan kan je dat ook doen middels het reserveren en boeken van de reading. Ik doe tot het einde van het jaar hier en daar nog readingen, niet zoveel. Dus ik heb hier en daar nog wat vrije momenten waar ik dat in de reading kan inplannen. Dus als je dat wenst, dan kan je dat jezelf nog cadeau doen vooraleer dat 2023 begint. Het jaar van de missie, maar ik ga daar later nog veel meer dan over delen. Zo, dat was het in deze video. Als je met mij wilt samenwerken op een of andere manier, kan je altijd op de website kijken wat dat dan mogelijk is. Kijken wat dat er met jou resoneert. Twijfel je, weet je niet goed wat dat er nu de eerstvolgende stap is. Stuur me dan een mailtje en dan gaan we samen kijken wat dat de beste eerstvolgende stap voor jou is. Zo, dat was het in deze video. Ik wens je alvast een hele fijne avond en tot een volgende. Dag!